Ja, er ligt sneeuw in het bos. En waarom die zucht? Nou, dat kan ik jullie laten zien. Dit is mijn mega zware tas. Helemaal gevuld met proviant. En je ziet het, als ik hier mijn vinger hou, dan zie je hoe strak die staat. En dat je hem toch nog op kan tillen. Met heel veel moeite. Oh man. Gaaf. Kijk eens hoe mooi dat eruit ziet. We gaan even kijken of dat we wildsporen in het bos kunnen zien. En ik ben heel blij. Maar waar ik niet blij mee ben, is deze twee sporen. Dus er is hier al iemand geweest. Goed. We gaan de sneeuw filmen. We moeten een heel eind, pokken eind gaan lopen. Want we willen hier dwars door het bos gaan lopen. Allerlei nieuwe dingen gaan verkennen. Zo. Hij is echt zwaar, de tas. Wow, dit is ook al een mooi stukje hier. Je ziet het ook heel duidelijk. Dit is een hele mooie bosrand. Je ziet het. Mijn handen zijn vuurrood van de kou. Ik heb de handschoenen in de tas liggen. Die ik ergens neergezet heb. Dus ik heb vandaag geen handschoenen aan. Dus nu is het eigenlijk wat te doen. Jongens, kijk eens naar dit gebied hier. Wow, hoe dat eruit ziet. Wow, jongens, kijk dan. Heel erg mooi. Je zou er eigenlijk een screenshot van moeten maken. En dit gewoon zo op een groot plakkaat boven je bed hangen. Ga je gang. Oh ja, wel eventjes de naam Tony Pino boven vermelden. We hebben allerlei bier bij ons. Dropshot, dacht ik. Eten. Mountain food. Ik weet niet wat we allemaal bij ons hebben. In ieder geval heel veel. Oh, je zakt hier weg in de grond. Oh, dit is een stuk wat blijkbaar niet bevroren is. En dit is waarschijnlijk het gedeelte waar 's nachts altijd die herten zitten. Jong, kijk dan hoe mysterieus dat eruit ziet. Heel erg mooi. Jongens, de eerste sneeuw. Geweldig. Sommige mensen zitten nou thuis achter de computer. En ik ben hier. Oh, ik heb er zeker geen spijt van. Oh man. Wacht, we gaan even nog een test doen. Eventjes kijken. Ja, zeker zo. 1000%. Kijk goed. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zal hem nog even afhalen. Kijk. Deze. Die zit nu dicht. Ja. En als ik hem thuis op de verwarming leg. Dan staat deze binnen 3 uren los. Bij 59 graden warmte. En dan die pitjes die hierin zitten. Die kun je dan uithalen. Ik heb het wel eens vaker verteld. Maar het blijft mooi. Deze bomen. Heb je ook in een soort van struikachtige vorm, lager bij de grond. En die kun je dus ook afhalen. En dan weet ik niet of ik nu ook een beest... Wacht, we gaan even kijken of we herten zien. Hier kom je uit bij een soort van hertenspotplek. Je ziet het hek staat open daar. Moet ik alleen even kijken, wat is dit? Ach, ja natuurlijk. Hier heeft natuurlijk iemand gelegen en die heeft met zijn armen en benen bewogen. En het ziet eruit als een soort van vogel. Jawel. Oh man. Kijk eens. Dit hele mooie gave bos. We gaan heel eventjes kijken of dat we herten kunnen filmen. Meestal tegen de avond. Nee, er zit op dit moment helemaal niks bij de waterplas. Heel mooi. Nou, gaan we maar eens even kijken. Wat gaan we doen? Rechtdoor of die kant heen? Geen idee. Ach, we gaan gewoon een keer deze kant heen. Ja, mijn camera heeft gezichtsherkenning. Het werkt. Geweldig. Ik zie een oranje balk. Oh man. Hey jongens, kijk eens even.
Heel erg mooi dit. Vanaf nu aankomende woensdag, dus de 12e maand, nu aankomende woensdag. Vanaf die dag ga je alleen maar bushcraft video's zien en video's uit het bos en al dat soort dingen meer. Dus check even mijn kanaal goed. Oh man, heel erg gaaf dit. Jongens, het bos blijft gewoon prachtig. Kijk dan naar deze structuur. Alleen een paar vogels hoor je in het bos en voor de rest eigenlijk helemaal niets. Ja, je hoort de beesten. Nu heeft hij mij ook gehoord. Hoppakee. Oh, die man. What the fuck. Al deze kilometers die we nog moeten afleggen. En je ziet dat het begint al heel iets schemerig te worden. En daar baal ik ontzettend van. Maar goed, ik wil nu eigenlijk iets zeggen, maar dat doe ik dus niet. Even kijken. We gaan even nog een stuk verder lopen. We willen al dit hele grote gebied, al deze bossen willen allemaal gaan verkennen. Zo mooi, jong. Wacht. Nee, ik kan hier niet... Wacht, dat ga ik dus nu even niet doen. Toch eventjes naar de achterkant kijken. Of dat we 100% alleen zijn, ja. Oh, deze zware tas. Gaaf, jong. Pff. Jongens, wat is dat? Ja, er komen mensen aan. Gaaf, het zijn gewoon gelukkig voetgangertjes. Dus we gaan de vlog weer beëindigen. Ja, we doen... We gaan gewoon zo dadelijk zeggen dat we dieren gezien hebben, terwijl het helemaal niet waar is.